allemaal, welkom bij weer een aflevering van de Biotuin. Deze aflevering wil ik jullie een rondleiding geven over mijn volkstuin. Maar man, wat waait het hard. Dus ik vrees, omdat ik geen microfoontje heb, dat het geluid gewoon niet duidelijk te verstaan is. Dus ik hoop dat jullie mij goed en duidelijk verstaan. Want het is mijn bedoeling om jullie vandaag door de hele biotuin te leiden en alles te laten zien. Wat er groeit, wat er eventueel niet groeit. En de good, de bad en de ugly. Dus het gaat best wel goed. Het is een prachtige groene oase. En ik ben lekker bezig met vooral opruimen, winter klaarmaken. En ik wil jullie dat graag laten zien. Dus het wordt een vrij lange video. Dus neem wat te drinken. Neem een chipje. En ga er even lekker voor zitten. Daar gaan we. En we beginnen de rondleiding van een van de twee kanten van mijn volkstuin. We hebben een voorkant en een achterkant. Kijk, laat het zien. Kijk, dit is de voorkant. En daarachter is de achterkant. Maar in dit geval gaan we voor de voorkant. Beginnen we hier, dan hebben we hier de min of meer de vaste planten, de struiken. He, beginnen we hier even, dan zien we hier een roos. We zien daar een hele kleine moer bij staan. Maar met name de roos, dit is eigenlijk een bedje wat ik nog niet echt gebruikt heb. Dit gebruikte ik meer voor dingen die ik over had. Bloemen, een bloemenmengsel gezaaid. Voor de bijtjes. Hier stond een boom, die heb ik omgezaagd en met een kettingzaag gewoon in stukken gezaagd. Hier gaan we het pad volgen en hier staat dan een braam. Een doornloze braam. Maar het probleem met deze doornloze braam is dat de vruchten, de bramen, altijd vol zitten met larfjes. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel aan deze braam. Deze braam is blijkbaar heel erg gevoelig voor dat soort wormpjes. Dus meh. Kijken we dan verder. Dat zien we trouwens overal. Hè. Kijk, in de onderbegroeiing zie je allerlei eetbaar. Hè, dit is een snijbiet die je daar ziet. Dit is bloedzuring. Dus dat is ook allemaal eetbaar. Ik probeer zoveel mogelijk te zaaien. Kijk, hier dan hebben we hier een vijgenboom. Hier hebben we nog een vijg staan. Die moet uiteindelijk goed de ruimte krijgen. Lopen we van verder door dit kleine paadje. Dan zien we hier rozemarijn. Zien we hier wat over is van de kruisbessen. Die hebben natuurlijk al hun vrucht al gegeven. Die hebben het blad eigenlijk verloren. Daar zie je nog mooie bladkolen. Die staan overal in mijn tuin. Allemaal zelf uitgezaaid. Dat is een hazelaar. Hier nog meer kruisbessen. Honingbessen daar. Maar die doen het echt niet goed. Het is tijd dat die eruit gaan. Doen het gewoon niet lekker. Dit is colakruid. Een enorme struik geworden. Eigenlijk tijd om die van het voorjaar weer te gaan snoeien. Hieronder staat allemaal smeerwortel. Hier weer de rozemarijn. Dit is een zwarte bes. Dit is een goji bes, maar ook die geeft geen vruchten. Geeft alleen blad en takken. Ook eigenlijk tijd om die er eens uit te halen. Daar is weer een kruisbes. Kijken we hier links staan hier de aalbessen. Ook volgend jaar zeker tijd in het voorjaar, in het vroege voorjaar, om die te gaan snoeien. Dat is het beste moment hè, om fruitbomen of fruitstruiken te gaan snoeien voordat ze uitlopen. Zodat ze alle energie kunnen steken in het nieuwe blad. Hier is een vlinderstruik. Daarachter is een druif. Ik draai weer even om. Hier staat weer een Red Russian Kale. Dit is eigenlijk een bedje van alles en nog wat. Hier staat bijvoorbeeld salie en munt. Allemaal erg klein. Maar het is fijn om te hebben. Hier staat een enorme Red Russian Kale. Kijk even naar de stam hè. Wauw, het is gewoon zo dik als een vuist. Goed. Draaien we dan om, kom je hier op het terras. Ik heb hier wat gras en hooi en dergelijke gelegd. En wat takken om het tegen wegwaaien te beschermen. Volgend jaar gaat hier een gaas overheen. Of gaas tegenaan. Hier zo tegenaan. En dan gaat die helemaal over de hele breedte tot de diepaal. En dan ga ik hierin. Ga ik, als ik de grond nog wat verder heb verbeterd. En daar de tralie staat. Komen hier de tomaten tegenaan. Is de bedoeling. Kan ook pompoen zijn, kan ook komkommer zijn of andere klimmende groenten. In ieder geval wordt dat een klimgroente. Kijken we dan even terug. Hè. Daar, de wind begint weer aan te wakkeren. Daar zijn we begonnen. Aan die kant. We hebben hier er doorheen gelopen. Nu zijn we aanbeland op het terras. Hier staat een prachtige palmkool, Jagola. Enorm mooi. Is hij zelf eigenlijk opgekomen? Misschien ook uitgezaaid, misschien heb ik wat zaadjes gewoon rondgestrooid. Maar deze doet het erg lekker. Hier, kijk. Komt gewoon tot de borsthoogte. Erg leuk.
Draaien we dan weer om. Dit is van mijn buurman. Hier staat ook weer bladkool van Turkse komaf. Hartstikke mooi. Hier weer een enorme vlinderstruik. Daarachter staan, geloof ik, pioenrozen. Er staan nog wat kruiden. Er zit veel munt bij. Dit is een rabarber. Ja, die staat er eigenlijk maar. Dus volgens mij tijd om die weer te oogsten, deze rabarber. Daar staat wat munt tegenaan. Pepermunt, gewone munt. En dit is dan, zijn we bij de achterkant aanbeland. En dan zien we weer twee enorme Red Russian Kale. Deze heb ik zeker weten niet zelf uitgezaaid. Hoogstens van een generatie daarvoor. Dus bijvoorbeeld planten die ik 2 of 3 jaar geleden heb uitgezaaid. Die ik tot bloei heb laten komen. En die vervolgens die zaadjes hebben neergelegd op dat soort plekken. Hartstikke mooi. Dit is mijn tuinhuisje. Ik probeer een beetje het terras vrij te houden van onkruid en gras. En het pad. En nu zijn we aan de rechterkant aanbeland. De rechterkant bestaat eigenlijk uit 2 bedjes aan de voorkant die daar naartoe wijzen. En 3 bedjes die zo in de breedte zijn. Dus dan gaan we er maar even 1 af. Dit is het meest chaotische bedje. Die ook hoor. Hier staat ja, toch wel enorm veel. Ik moet even nadenken. Dit is... kom ik zo op. En er staat heel veel... Ja, ook weer bloedzuring, brandnetel, paardenbloem. Daar zie je nog wat bladkolen, palmkool. Weer zo'n jaguarkool. Fantastisch om dat in de winter te kunnen eten. Want zoals je ziet, die kunnen heel goed tegen kou. Sterker nog, die kunnen niet zo heel goed tegen warmte. Maar op het moment dat het dan weer iets frisser wordt, gaan ze weer groeien. Dus ik heb hier gewoon enorm veel blad te oogsten voor sappen en dergelijke. Gaan we nog kijken, dit is malva. Dit is kaarsjeskruid, daar zie je er de bloemetjes ervan. En verder zie je hier, even kijken, ja, ook wat restant, eigenlijk meer onkruid. En dit is een Ashitaba die hier staat. Hij staat erg beschut. Hij staat bijna in de schaduw van deze jaguar. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Of dit de beste plek is. De groei zit er nog niet echt in. Dus blijkbaar heeft hij toch iets meer zon nodig. Dan gaan we van dit bedje weer naar de andere. Even kijken. Laten zien. Oh, het is goudsbloem trouwens. Komt nu achter. Allemaal goudsbloem. En er staan er heel veel van in heel veel verschillende plekken. Heel goed voor de ogen trouwens. De bloemen zijn eetbaar. Goudsbloem. Ja, en hier is een bedje met allemaal bolgewassen bloemen. Onder andere dahlia. Deze. Prachtig. Kijk even wat een vrolijkheid in de herfst. En je ziet dat de bijen en de hommels ze ook graag bezoeken. Heel graag zelfs. En naast bijvoorbeeld, hier zie je bijvoorbeeld rucola staan. Deze bloemetjes. Trouwens ook zeker eetbaar. Erg lekker trouwens. Smaakt een beetje naar barbecue saus. Die bloemetjes die worden goed bezocht door de bijen en de hommels. Zodat ze ook in het najaar nog wat te eten hebben. Zodat ze goed de winter in gaan. Prachtig. Alleen op dit overzicht is het eigenlijk gewoon waard om bloemen te telen. En een volkstuin te hebben. Vinden jullie niet? Gewoon waanzinnig. Goed, hier staat ook nog heel veel andere in. Ook weer heel veel goudsbloem zoals je ziet. Heel veel andere paardenbloem zie ik staan. Een en ander aan onkruid. Nou, hier, dit is de andere kant. Ook erg fraai. Dan gaan we nu door naar het bedje wat dus zo loopt. Dat zien jullie al. Jullie zien duidelijk waar hier gezaaid is. Dit is een heel mooi bedje. Vol met. Nou, wat zie je hier? Allereerst een onkruid. Hè? Wie raadt dit onkruid? Dit is vogelweide. Maar naast de vogelweide, wat je trouwens ook gewoon kunt eten... staat er ook heel veel anders in. Hier zie je bijvoorbeeld snijbiet. Daar zie je bijvoorbeeld radijs. Daar zie je bijvoorbeeld de eerste sla uitkomen. En zo over het hele bed, daar zie je Egyptische ui. Je ziet nog meer snijbiet. En over het hele bedje gezien staat hier enorm veel bladgewassen en eetbaars. Van snijbiet tot sla tot brandnetel. En zelfs staat er weer, ja, altijd hè. Kijken waar vind ik hem. De Ashitaba. Wacht, ik ga hem opzoeken. Hier tussen al het andere groen staat de Ashitaba. Dat is deze. En hier groeit hij wel wat beter. Dus ik ben benieuwd wat dit wordt. Sowieso is deze grond nu natuurlijk bedekt. De zon schijnt.
De bladeren zijn eigenlijk de zonnepanelen van de plant. En die sturen door fotosynthese alle suikers de grond in. Dus de grond en de bacteriën en de schimmels die in de grond groeien, die worden op deze manier gevoed. En dit is voor mij de manier om de grond te bedekken en de oogst te maximaliseren. Zodat het niet in oktober stopt, maar gewoon doorgaat. En dan nemen, als het goed is vanzelf, en je ziet, ik heb hier eigenlijk volgens mij, zelfs ja, je gaat het niet geloven, maar eigenlijk weinig gezaaid. Ja, ik heb het een half jaar geleden gezaaid, of drie kwart jaar geleden. Maar de bloemen en de planten weten vanzelf wanneer ze omhoog moeten komen. Kijk, hier bijvoorbeeld, vergeten, hier staat heel veel rucola tussen. Er zijn twee verschillende types rucola. Wilde en gewone rucola. Met gele, dan wel witte bloemetjes. Ook echt een aanrader om een makkelijke plant, makkelijk kruid of plant te hebben, die gewoon opkomt vroeg in het voorjaar en tot laat in de herfst doorgaat. Zodat je het ook gewoon kunt eten van je tuin in het najaar, zoals we nu zitten. Nou, en dan gaan we door. Deze is al iets ruiger. En in dit bedje staat ook radijs. Stonden penen. Staat bloedsuring, zoals je ziet. Er staan ook weer dahlia's. En hierachter, en die wil ik wel even laten zien, dat is wel de moeite waard. Hier zie je bijvoorbeeld nog wat vlinderbloemige. Je ziet oregano staan daar. Hier de dahlia en hier staat de ashitaba. Een enigszins grote. Maar je ziet dat het blad leidt, hè? Dus die hier heeft ergens last van of hij heeft niet goed kunnen wortelen. Omdat er toch wel wat woerratten en mollen in mijn tuin zitten. Die misschien onder de grond een gang hebben gegraven. Zodat de plant niet meer helemaal lekker kan wortelen. Maar zoals je ziet, creëert hij wel een nieuw blad. En dat is op zich positief. Je ziet nog wat peen staan. Hier weer oregano en bloedsuring. Fantastisch mooi plantje, hè? Tussen alle gewone groenen zie je zo'n mooi rood generfd plantje. En de smaak is heel opvallend. Hij is ook gewoon zuur, maar zo gezond. Heerlijk. Ik ga verder door weer even de malva te laten zien. Die hier vanzelf allemaal opkomt. 80% heb ik eigenlijk gewoon niet gezaaid. Of in ieder geval niet op dat moment gezaaid. Het is allemaal vanzelf gegaan. Hier is asperge. Nou, dit gaat niet helemaal lekker. Want zoals je ziet, hangt deze asperge. Die hangt op de bodem. Die is niet sterk genoeg om zijn stengel helemaal omhoog te laten gaan. Nou, waarom niet? Waarschijnlijk omdat de plant gewoon niet sterk genoeg is. Hij heeft niet genoeg kunnen wortelen. Ik heb hem in het voorjaar heb ik hem hier geplant. En hij heeft lang, is hij overschaduwd geweest door de rest van de plant. Je ziet hier de aardpeer erbovenuit torenen. Dus ofwel, ik ga nu een stok zetten om hem daaraan vast te binden. Zodat hij mooi omhoog blijft staan. Zodat hij maximaal zon vangt. En dus maximaal kan groeien. Ja, of ik laat het zo. Want deze asperge die moet nu eigenlijk zijn wortelgestel voeden in dit tijdstip. Hij heeft nu blad gemaakt. En dit moet nu fotosynthese uitvoeren om de ondergrondse, de wortels, maximaal te voeden. Nou, hier weer paardenbloem in het pad. Hier de prachtige bloemen van de aardpeer. Waanzinnig. En ze zijn nu schuin. Ze hellen nu eigenlijk zo over. Maar eigenlijk zouden ze vooral 2,5 meter zijn. Waanzinnige bloemenpracht. Hier staat een eeuwige kool. Die kennen jullie nog wel van de rondleiding aan het begin van het jaar. Nou, je ziet dat die ook eigenlijk tot borsthoogte bij mij komt. Dus enorm gegroeid is. Maar hij wordt weer overschaduwd door de aardperen. He, dus die aardperen, die ga ik binnenkort oogsten. De aardperen zitten onder de grond. Ik ga de stengels gewoon afknippen. Die stokken, die stengels die hij gemaakt heeft, die ga ik op een houtwal leggen. Zodat ze daar gewoon een huis kunnen zijn voor vogels of andere beesten. En dan ga ik onder de grond graven.
En dan moet ik uitkijken voor de asperge. Want hier bijvoorbeeld zie je nog een kleine asperge staan. Hij is maar heel klein, maar die wil ik wel beschermen. Ik heb geen zin om nieuwe asperges volgend jaar te kopen. Dus deze grond wordt wel flink omgewoeld. Ja, omgewoeld om de aardperen te kunnen oogsten. Maar daarbij zal ik waarschijnlijk niet kunnen ontkomen om die asperges ook te raken en er ook uit te halen. Dus ik vrees dat ik de asperges, vooral deze hier, die daar staat, toch ook uit de grond moet halen om vervolgens weer snel terug te planten. Zodat die volgend jaar, in het voorjaar, weer uit kan lopen. Ja, en dan komen we aan de voorkant. Hier is bijvoorbeeld zo'n houtwal waar ik mijn aardperen op kan leggen. En dan hebben we eigenlijk een heel mooi overzicht gehad, een mooie rondleiding door de tuin. Het is niet hoog, er staan geen bomen nog, behalve dan die vijgen die daar staan. Behalve de hazelaar die daar staat. Maar verder is het vrij laagblijvend, makkelijk in onderhoud, zelfzaaiend, vrijwel allemaal eetbaar. Ja, ook hier bijvoorbeeld het radijsblad en dergelijke zou allemaal eetbaar zijn. Maar vooral de kolen, de bladkolen, de Red Russian die daar staat. En de palmkool die daar staat. En de Juggalo die daar staat. Kijken, waar heb ik hem? Nee, dit is weer een Red Russian kale. En daar. Dat zijn hele welkome bloemen die ook lang de winter kennen. Die vrij vorstbestendig zijn, koudebestendig zijn. En die je dus eigenlijk op een goed moment kunt eten. Dan wel in een stamppot. Het wordt weer herfst, het wordt weer koud. Ofwel zoals ik doe in een juicer. Dus gewoon het blad in een sap centrifuge doen. Of in een slow juicer. En vervolgens lekker gaat juicen. Jullie zien, het is eigenlijk een veelheid aan planten. En waarschijnlijk heb ik de helft nog niet eens genoemd. Overal staat wel wat. Mijn eigen uitdaging is onkruidbestrijding. Heb ik de tijd om alle paden vrij te houden. Om bepaalde planten bijvoorbeeld niet te laten overwoekeren. Zoals jullie bijvoorbeeld. Hè? En ook de plantafstand. Ik probeer het heel dicht bij elkaar te planten. Maar die asperge die jullie daar zagen, die heeft daar best wel onder geleden. Omdat de aardperen hem gewoon overschaduwde. Als de asperge helemaal vrij was geweest en al het zonlicht had kunnen vangen, waren we waarschijnlijk veel krachtiger geweest. En heb ik volgend jaar dus meer asperges. Dat is de uitdaging. Dus de plantafstand. Heb ik alle planten op de juiste plek staan? Kan ik het onkruid vrijhouden? Maar bovendien kan ik het allemaal opeten. Want wij zijn ook maar met z'n vieren. Dus ja, het groeit waarschijnlijk veel. Maar kijk, als ik het niet opeet, dan ga ik het oogsten. En waar komt het dan terecht? Op de composthoop. Ik blijf hier ook constant aanvullen. Deze composthoop, die was ooit helemaal vol. Is er vervolgens weer helemaal gedaald. Omdat het al afbreekt, omdat het al composteert. Daarmee wordt de massa, het volume wordt steeds kleiner. En blijf ik het dus aanvullen. Steeds weer nieuw blad erop. Steeds weer meer groenteafval erop. En op het moment dat ik snoei of planten weghaal voor de herfst, dan kan ik dat ook op de compost opgooien. Duurt ongeveer een jaar, misschien 2 jaar. Als je het echt gek wil houden, maar als je hem helemaal wil laten uitrijpen. En dan is het de perfecte compost. Mits je de wetten van het composteren hebt nageleefd. Ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van de Biotuin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om eens een keer een blik te hebben. Sommige planten van veraf, sommige dichtbij. Ik geniet er gewoon geweldig van om in mijn tuin te zijn. Om even te ontspannen in deze zeer stressvolle tijden. Ik wil jullie aanraden, als je denkt naar de wereldgebeurtenissen, om sowieso het standaard nieuws uit te zetten. Want het brengt je namelijk helemaal niets. Je wordt er niet wijzer van, je wordt er niet slimmer van, je wordt er niet rustiger van. En geen haat te hebben en vooral geen partij te kiezen. De enige partij die je moet kiezen is voor jezelf en bijvoorbeeld tegen overheden. Want overheden die propageren al deze oorlogen. Die overheden die propageren inflatie. Die propageren het onderdrukken van de bevolking. De bevolking zelf wil echt geen oorlog met elkaar. Werkelijk waar niet. Kijk, je hebt bepaalde extreme terreurorganisaties die het als lijflied hebben om de ander te vermoorden. Dat is het enige tegenovergestelde. Maar geloof maar dat de mensen van Rusland Oekraïners niet willen doden en Oekraïners Russen niet willen doden. Het zijn overheden die militair materieel inzetten als verlengstuk van politieke onopgeloste zaken.
Ze zien het als een instrument. Mensen dus als een instrument. Wij mensen zijn in hun ogen niets meer dan consumenten. En wij moeten kopen als ze het willen en niks kopen als ze het willen. En momenteel zijn wij in een proces dat we niks mogen kopen, want de inflatie moet gedempt worden. Daarom doen ze ook de rentes omhoog. En rente omhoog proberen ze vraag, dus consumptie, proberen ze te drukken om inflatie die ze zelf gecreëerd hebben te onderdrukken. Vandaag 14 oktober is een extreem belangrijke datum die ik al heel lang op het oog heb, in het vizier heb. Al in juni zei ik openbaar dat 14 oktober deze datum een hele belangrijke datum was voor beurzen, voor financiële markten. En ik ben benieuwd wat het wordt. Ik volg het op de voet. Mocht er wat over te zeggen zijn, dan zal ik me zeker melden. Maar het zijn interessante tijden voor economen. Het zijn verschrikkelijke tijden voor mensen, vooral als je in een conflictgebied woont. En wij moeten ons gewoon prijzen dat we hier nog in Nederland wonen, waar het nog vrede is. Want je weet niet wat er in Rotterdam en in Amsterdam kan ontvlammen door allerlei sociaal-demografische dynamieken. Het enige wat wij kunnen doen is voor onszelf kiezen. Weten wie de echte vijand van vrijheid, van vredelievendheid, van liefde is. En het enige wat wij kunnen doen is planten kweken en onszelf en onze naasten voeden en liefhebben. En met deze boodschap dank ik jullie voor het kijken. Wens ik jullie een prachtig weekend, een mooie nieuwe week. En tot de volgende Biotuin. Hoi.